Goedemorgen, maar leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. We zijn vandaag weer met z'n drie, zoals jullie kunnen zien. Het is vandaag heel erg koud en heel hard aan het regenen. Dus ja, we gaan nu lekker beginnen met stallen uitmesten. Nou, alle stallen zijn uitgemest. En ja, zoals je ziet daar zo, is Kamara aan het vegen. Fabio gaat cavia's uitmesten. En zoals je misschien wel hoort, is Ina nu de plaat aan het schuiven. Dit doen we eigenlijk wel elke dag als we hier zijn. Dat scheelt ons heel veel werk. En dan gaan ze met de machine gewoon alle poepjes naar de mesthoop schuiven. Dat zijn er een hele hoop, want de paarden poepen behoorlijk veel. De stallen zijn dus nu allemaal schoon. En nu is het tijd om onze grote vriend daar zo te gaan poetsen. Dat vindt hij super lekker. Hij heeft bepaalde plekjes en dan gaat hij helemaal een soort van flamen en zo. Dus dat gaan we nu doen. Ik ben nu de konijntjes aan het uitmesten. Kijk, hier zijn de konijntjes. En het is hier heel vies, dus ik ben dit even een beetje aan het schoonmaken. En daar zijn de konijntjes. Ze heten Ko en Nijn, maar ik weet niet wie wie is hoor. Dus ja. Oh. Ja, drinken. Dus ja. Dus ik ga nog heel even verder uitmesten. Oh, doei. Nou, we gaan zo meteen Wendy eventjes logeren. Ik ga het filmen en Fabian gaat er logeren. Wendy is klaar om bereden te worden. Dus we gaan er nu eerst met het zadel logeren en met de beugels naar beneden. En misschien dat we de volgende keer erop gaan. Dat weten we nog niet. Nou, zoals jullie net hadden kunnen zien, heb ik Wendy gelongeerd en dat ging super goed. Ze liep in de draf, liep ze gewoon goed. Af en toe deed ze een beetje gek, maar ja, dat mag, want ze is natuurlijk nog maar jong. Dus ja, alle jonge paarden doen soms wel een beetje gek. Dus ja, het ging super goed. Dus volgende keer gaan we weer longeeren. Dus de volgende keer gaan we weer verder en dan gaan we ook beginnen met dezelfde mak maken. Want daar heeft ze nu gewoon de goede leeftijd voor. Wat we voor de rest vandaag nog allemaal gaan doen, dat zullen jullie wel zien. Oké, wij zijn nu boven. Het is hier een beetje een rommeltje. Hier is Spike voor de kachel. Het is best wel een beetje koud. Hij zoekt de goede plekjes uit. En we zijn nu dit dameszadel aan het schoonmaken. Dat is heel gaaf met dat koeienleer. En dan gaat het helemaal schoongemaakt worden. En ook dit Mongoolse zadeltje. En we vertellen niet waarom we dit doen. Dat is de verrassing. Ik ga nu op Zoe rijden. Want Zoe heeft van de zomer heel veel nog te doen. Dus daar gaan we even voor oefenen. Ja. En zoals je ziet is Zoe heel vies. Ze heeft net lekker in de bak gerold. Dus alle ponies zijn behoorlijk vies. Dus ik heb nog wat te doen. Oké, ik heb Zoe gepoetst. Ze is alleen nog steeds wel een beetje vies. Zoals jullie straks denken van, goh. Je hebt haar niet gepoetst. Ik heb haar wel gepoetst, maar ik krijg het er niet af. Het is gewoon lekker gerold. Ja. Thank you.
ik heb Lotte net even een beetje les gegeven. Ze vond het een beetje lastig om zonder zadel te gaan. En dat moeten wij gewoon eventjes oefenen op dit moment. Dus ik heb haar wat les gegeven om gewoon de vertrouwen in Zoe te krijgen. En Zoe de vertrouwen in Lotte. Dus dat is gewoon wel makkelijk voor haar. We zijn eerst begonnen met zadel gewoon een paar rondjes. Een beetje gestapt, gedraven, galoppeerd. Zodat ze gewoon weet hoe ze nou nu is. Daarna heb ik haar aan de lunch gepakt en een beetje zitles, zeg maar. Dus gewoon, ik heb haar vastgehouden en zij ging alleen maar concentreren op haar zitten. En ik heb haar er wat tips bij gegeven. Daarna is ze zonder zadel gegaan. Daar heeft ze een beetje uitgestapt. En volgende week gaan we kijken of het ook lukt zonder zadel in eraf. En dan gaat het denk ik helemaal goed komen, want ze deed het hartstikke goed. We hebben hier een grote bak met muesli. Daar pak ik een handje van en doe ik in deze emmer. En dan ga ik hier iemand heel blij mee maken, want Zoe deed het super goed. En volgens mij weet ze al een beetje wat... Oh ja, ze weet al wat er gaat komen. Dan ga ik die lekker geven. Zo, we zetten dan zeg maar de paarden gewoon met een bakje voer op de grond. En dan laten we ze even met rust, zodat ze gewoon van een beloning kunnen genieten. En dan is de beloning ook het grootst. En dan maak je ze altijd heel blij mee. Dank ze lekker aan het smikkelen. Nou, nu is het mijn beurt om te gaan rijden. Ik ga Blana rijden. Dus omdat we samen eventjes moeten oefenen. Ja, dat ga ik nu even doen. Goed. Ze was echt heel braaf en ze deed eigenlijk gewoon alles wat ik vroeg. Ze vond het alleen een beetje moeilijk, want de bak heeft een beetje hobbels. Want de Maddie slaapt hier ook in. Dus daar moest ik er een klein stukje bij helpen. Zelf moet ik nog heel veel werk aan me zit. Maar dat komt wel. We hebben nog eventjes tijd om te oefenen samen. En ik kon het even niet laten om even zonder zadel te gaan. Want ik vond het zo lekker hoe Lotte zat of Zoe. Dacht ik, nou, dat moet ik ook eventjes doen hoor. Even mijn inner pennymeisje kwam naar boven. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En vergeet niet naar onze Instagram te kijken. Doei!